Goedemiddag allemaal. Wij zijn hier in onze tuin in Zwolle, zoals jullie al zien. En we hebben goed nieuws, want de Britto's zijn binnengekomen. Die waren een paar dagen later dan verwacht. We hadden gehoopt ze op maandag al te krijgen. Toen hebben ze ergens bij de douane gestaan, maar net zijn ze toch geleverd. Dus we zijn er heel erg blij mee. Het is een gelimiteerd beeld, waar er maar wereldwijd 2000 van gemaakt zijn. Ieder beeld, zul je dadelijk zien, komt genummerd met een certificaat. En er zijn er maar van de 2000 400 naar UNESCO in Engeland gekomen. En die moeten dus verdeeld worden over veel landen. Dus je merkt al, het is een beeld wat redelijk zeldzaam al is en ook gaat worden. Omdat er dus geen nieuwe badge wordt gemaakt. Het blijft bij die 2000 en het blijft dus bij die 400 stuks die naar Engeland gekomen zijn voor ons dan. Wij hebben er gelukkig genoeg besteld. Wij kunnen dus iedereen blij maken die zo'n beeld wil hebben. De mensen die hem al besteld hebben, die gaan hem komende dagen ontvangen. En andere mensen die het nog niet besteld hebben en die denken, jeetje, wat is dat een mooi beeld. Die hebben nu dus nog de kans om voor een hele aantrekkelijke prijs te kopen. Want we hebben nu nog de 20% korting erop. Maar we moeten ook eerlijk zeggen, die gaat binnenkort vervallen. Want eigenlijk is het natuurlijk een beetje onzin om zo'n heel mooi beeld wat gelimiteerd is, met heel veel korting te verkopen. Dus als je hem nou nog snel bestelt of komt halen, dan heb je nog die lagere prijs. En anders, dan betaal je straks gewoon de advies verkoopprijs. Wat ook een prima prijs is, want het is gewoon een prachtig beeld. Nou, dit is de gouden, hè? Black and gold. Red, black and gold. Nou, hey, prachtig. Heel koud. Het is echt... wauw. Kijk eens aan. Tempex even wegdoen. Schuimpje even weg. Nou, dat is toch een echt super chic Britto beeld, hè? Bijna 32 centimeter. Heel groot. Zwaar. Ja, want het is gewoon helemaal volgegoten. En er zit een certificaat bij in het plastic zakje. Daar gaan we eens even naar kijken. Oh, dit is een mooi nummer. 1500 van de 2000 die er gemaakt zijn. Dus ieder beeld heeft zijn eigen volgnummer. En het is ook, als het goed is, hier aan de onderkant geschreven. Klopt het, Hugo? Staat er 1500? Ja. Dus dit is nummertje 1500 en ieder beeld heeft zijn eigen volgnummer. Niet alleen op het beeld, maar ook als certificaat om te laten zien dat het dus een vrij zeldzaam gelimiteerd beeld is. Natuurlijk zijn ze met de hand beschilderd en zoals gezegd, het is al een zeldzaam beeld, want wij kunnen dus niet meer bijbestellen bij UNESCO. Bij UNESCO zijn ze al op. Dan gaan we naar de volgende. Even kijken, hier is de foto. Nou, we zijn er echt heel blij mee. We hebben lang op moeten wachten. En we wisten natuurlijk niet precies hoe groot en hoe mooi ze zouden zijn. We wisten wel dat ze groot zouden zijn. Maar dat ze zo mooi zouden zijn, dat hadden we niet verwacht. Ja, helemaal geweldig. Super. Even kijken. Moeilijk om te zeggen welke nou de mooiste is, want ze zijn allebei prachtig. Maar ja, jullie zullen allemaal zelf je eigen voorkeur hebben. En de echte fans zullen ook zeggen, ik wil ze allebei hebben. Deze heeft dus ook een volgnummer. Dit is bijvoorbeeld nummertje 1266. Dan ben ik eens benieuwd of dat hieronder ook op staat. Ja, klopt het? En die is dus ook 32 centimeter. Nou, weer een prachtig beeld erbij. Nogmaals, wij zijn er heel blij mee. En we zouden zeggen, schraai schrag. Want wij kunnen ze dus niet meer bijbestellen. En we hebben nu nog voldoende voorraad, maar we weten natuurlijk niet wanneer dat stopt. Dat is moeilijk te zeggen. Maar als je ze mooi vindt, nu kun je ze nog voor een acceptabele prijs krijgen. En over 2-3 jaar staan ze natuurlijk voor het dubbele te koop. Ja, en dan zeg je misschien had ik maar.
Deze twee beelden staan niet afgedrukt in de Disney-catalogus die binnenkort bij ons binnen gaat komen. Simpelweg omdat de beelden al uitverkocht waren voordat de catalogus überhaupt gedrukt werd. Dus je gaat ze niet tegenkomen in een catalogus. Je gaat ze eigenlijk verder nergens tegenkomen als alleen de winkels die ze op tijd besteld hebben. Nou, bedankt voor het kijken. De groeten ook van Hugo. Doei! Doei!